Willy Dekkers, heb je al wat vernomen van de club? Want dat moet voor 1 april. Ja, ik heb wel een aanbieding van de club binnen gehad. En die ben ik in beraad aan het nemen, samen met mijn zakennemer en met mijn vader, hoe en wat. Want wat wil jij zelf? Ja, het liefst blijf ik natuurlijk wel gewoon. Ik bedoel, ik speel gewoon lekker. Dus, maar ja, misschien dat er nog wel iets anders komt, iets hogerop. En dan is het zeker overwegen waard. Ja, want denk je ook toe te zijn aan een stap hogerop? Je hebt nu 2 jaar eigenlijk vast bij Excelsior gekiept. Volgens mij redelijk tot goed. Ja, ik heb wel redelijk gespeeld. Goede progressies gemaakt voor mezelf. Ik denk dat ik persoonlijk wel een stap hoger dat ik dat wel aan kan. Ja. Hier bij Excelsior heb je echt 2 wisselende jaren gehad. Hè? 1 keer speelde je eigenlijk helemaal nergens voor. Ja, onderaan. Kreeg je wel heel veel te doen, denk ik. Ja. En dit jaar krijg je wat minder te doen, maar speel je bovenaan mee. Ja, dat is voetbal, hè? Het kan heel raar gaan. Maar ja, ik ben blij zoals het nu gaat dit jaar. Ik bedoel, vorig seizoen, voor mezelf, was het ja, een goed jaar, dat wil ik niet zeggen. Want je bent natuurlijk 1e laatste. Maar ik heb wel veel te doen gehad. En dit jaar is het totaal omgedraaid. Heb ik bijna niks te doen. En het is lekker. Het is wel een stuk moeilijker voor mij. Met name qua concentratie. En die moet je wel 90 minuten lang vast kunnen houden. Je hebt het wel heel goed gedaan hier. Hè? Zeker als je ziet dat Feyenoord een keeper verhuurt. En ja, 9 van de 10 keer keept zo'n keeper dan. Je speelde zelfs in de belofte elftallen. Ja, en hij heeft eigenlijk geen kans gekregen omdat jij het zo goed deed. Ja, ik weet niet of het zo zit. Ik heb natuurlijk het zelf ook meegemaakt in de situatie waar Boy nu in zit. Heb ik zelf ook zo meegemaakt. En ja, het is gewoon slim zijn en nadenken over wat je zegt en wat je doet. Ik begrijp Boy, begrijp ik helemaal. En ook wat hij tegen jullie heeft gezegd, ik begrijp hem helemaal. Boy is gewoon een goede keeper, maar ja, misschien heeft het wel iets met ervaring te maken. Zit je nu in een riante positie, nu je zelf een club eventueel kan...